Een zaak met een hart, Salade Social. Arne Kremers, 38 jaar, heeft een eigen zaak, Salade Social. Je kan er een verse salade of soep eten. Arne vindt gezonde voeding belangrijk, maar hij wil ook mensen helpen. In zijn zaak werken ook vluchtelingen en mensen die allang werkloos zijn. Arne vertelt: Ik wilde allang een eigen zaak beginnen, maar ik wilde geen gewone zaak. Met wafels en broodjes kan je veel geld verdienen, maar ik wilde iets doen voor mensen die het moeilijk hebben. Dat is mijn karakter. Vroeger heb ik als opvoeder gewerkt. Ik heb ook in een asielcentrum gewerkt. Daarom ben ik met Salade Sociaal begonnen. Ik werk met vluchtelingen, anderstalige nieuwkomers en langdurig werklozen. Die mensen vinden vaak moeilijk een job en ik wil hen helpen. Meestal werken ze hier drie tot zes maanden. Ze kunnen heel veel Nederlands oefenen en ze krijgen ook ervaring. Mijn werknemers doen veel verschillende taken. Ze doen boodschappen, ze helpen mee in de keuken, ze bedienen de klanten, ze ruimen op, ze poetsen. Het is fantastisch om te zien hoe gemotiveerd ze zijn. En de meesten vinden hierna ook een andere job. Ik vind het ook belangrijk dat we geen eten verspillen. Het eten dat s'avonds over is, geven we aan een centrum voor daklozen hier in de buurt. Onze klanten betalen hier een beetje meer dan in een gewone zaak. Maar ze eten hier niet alleen omdat het lekker is, maar ook omdat ze andere mensen willen helpen.